Het is zaterdag vandaag en het is weer dat vreselijke warme weer. Beetje opletten. Ik vind het niet erg als het warm is, maar het is de ene dag is het werkelijk waar iets van 19 graden en de volgende dag is het 28 graden. Nou, zowel mens als dier doet het daar niet zo goed op. Ik in ieder geval niet, Verona ook niet, Tess ook niet. Blondie, daar merk ik weinig aan. Maar we hebben besloten, we hebben gisteren lekker buiten gereden. En we besloten, vandaag geven we ze dan lekker vrij. Want morgen is 19 graden. Maar goed, we zitten nu dus met te warm weer. En gaan de paardjes gewoon even eruit halen. En Tess gaat even boodschappen doen voor als ze weer naar school gaat. Want ik denk dat jullie ook allemaal weer naar school moeten. Helaas is de vakantie dan weer voorbij. Er staat ook nog de brug open. Ik weet het niet hoor jongens, het is mijn dag niet. Ja, het is mijn dag wel, ik zeur. Ik moest vandaag een video afmaken voor morgen. Dat is sowieso slecht. Normaal gesproken heb ik dan natuurlijk al lang af. Maar goed, soms gaat het niet zoals je zou willen. Nee, schatje. Kom je zo halen. Even die grote pakken. Die grote staat ook al klaar. Ga je gang. Dan leef je uit. Hallo grote, was je daar? Oh, doe ik zo wel hoor. Ja? Ja, natuurlijk. Hallo drol. Oh, bent u nu niet mee eens? Nou, sorry hoor. Zo, het is vandaag dinsdag en vandaag ga ik weer rijden op Blondie en mijn moeder op Verona. Ik kom zo even allemaal stomen, want de hoefsmid is daar bezig. Gaat die jongens weer. Ik heb net even gekeken bij mijn moeder. Ze is nog niet eens begonnen. Dus dat betekent dat Blondie nog even een beetje. Ik weet niet hoe ik het kan zeggen, maar jullie zien het wel. Misschien is opmaker wel een goed woord voor. Oh nee. Oh, ik krijg dit weer. Het is helemaal niet iets gevallen. Ja, oké, okay, dus zo gevallen. Oh. Zo. Nou, ik heb net aan mijn moeder gevraagd hoe ver ze is. Het is ondertussen weer 7 minuten later. En ik heb Blondie een soort van opgemaakt. Mijn moeder die gaat nu zadelen, dus dan ga ik net zadelen. Zou ik maar doen. Ik denk dat ik eerst even een dekje ga halen en dan. Ja. Staat hij aan? Check. Ja, hij staat aan. Jullie horen mij als het goed is heel goed. Kunnen jullie mij hier, echt helemaal hier nog horen? Ik ben benieuwd. Ik had een elastiekje omgedaan. Oh, mijn moeder staat. Oh nee, daar is de camera. Ik had een elastiekje omgedaan. Alleen dat breekt nu in mijn enkel. Dat is een beetje vervelend. En Blondie gaat ook heel raar bij. Zo. Dit zit net even wat beter. Ik heb vandaag best lekker gereden. Ik heb stap, draf en galop gedaan. In galop moest ze eerst nog even denken van,
wat bekrompen nou? Maar daarna luisteren ze wel heel erg goed. Dus daar ben ik blij mee. Vandaag hebben we een beetje geoefend met overgangen. En met de teugels, dus langer te laten maken en ook weer korter. Vond het nog een beetje lastig, ik zelf ook, want ik zit dan weer steeds zo. Dus ja, dat hebben wij vandaag gedaan. Doei! Kom eens! Kom mee! Zo. Hoi. Het is vandaag woensdag. Ik kwam uit school en ik keek mijn moeder aan. En ze zei van Blondie is niet te hoeven vangen. Maar ze heeft waarschijnlijk een hoefsfeer of een gekneusde hoef. Toch? Hoefkneuzing. Een hoefkneuzing. Het eerste wat ik bij mezelf dacht is, ik ga weer een pony verliezen. Maar de hoefsmid en de dierenarts hebben mijn moeder overgehaald dat het echt weer goed gaat komen. Dus Blondie die heeft dus een hoefsfeer of een gekneusde hoef. Ze heeft een heel mooi roze bandje. Alleen daar kan je op dit moment niet zo heel veel van zien. Omdat Blondie het eraf probeerde te schrapen. Dus ze heeft nu een bruine zak eromheen. Ik mag niet rijden, maar ik mag wel stappen. Erop, zonder zadel, met zadel. En ja, want tijdens het rijden liep ze gewoon goed. Alleen ik merkte al een tijdje, en mijn moeder vandaag, dat ze bij de steentjes, daar als ze naar de wei toe gaan, tot ze dan een paar rare passen zet. En als ze dan weer op het harde is, dat het dan weer wat beter gaat, maar ook weer niet. Dus mijn moeder heeft de dierenarts en de hoefsmid erbij gehaald en hoef nagekeken. En het is dus een van die twee. Ik kan het nu niet laten zien, want er zitten allemaal dingen omheen. Zo. Ja, mama zegt, heb je snoepies? Nou, het is dus een hele mooie bruine zak met een wit lintje omheen. Blondie schaapt nogal graag. Of ik zie het er ook nog wel afhalen. Dus ja, dat is er op dit moment met Blondie aan de hand. Dus ongeveer in de aankomende paar dagjes wordt het dus niet rijden. Nou ja, soms zal er stappen. En ik ga heel veel met Blondie gewoon grondwerk doen. En daarvoor heb ik ook mijn Likkit snoepjes. Die zijn echt heel gaaf. Ik ga ze er even bij pakken. Mijn moeder is bij een soort evenement geweest. Kijk, dit zijn allemaal rainbow snoepjes van, ik ga het nu in het Nederlands zeggen, Likkit, maar in het Engels is het Like It. Nee, ja, deze zijn voor jou. Dit zijn hele kleine snoepjes. Daarmee is het ook makkelijker om te trainen dat je dan een klein snoepje kan geven. En niet tot ze ineens een hele mond vol heeft aan één snoepje. Dus dat vind ik vooral heel erg handig aan deze snoepjes. Dit is de nieuwe versie. Ik had altijd... kijk, hier zitten twee soorten hartjes in. Het is dat hartje en dat hartje. Maar nu hebben ze ook andere dingetjes bij gedaan. Ja! Dus gaan we daar maar oefenen. En hopelijk wordt haar zak niet vies. Nou, dat denk ik wel. Ik probeer de snoepjes in mijn zak te doen en een Blondie probeert ze ook te pakken. Dus wie wint? Mijn zak of Blondie? Nou, Blondie zegt, kom maar hier. Oké, jongens, ik ga jullie één ding zeggen. Dit ruikt lekker. Oh. Oké, kijk. Hier zijn de snoepjes. Ik ging ze even laten zien. Kom. Blondie. Ik ga hier wachten met de snoepjes, zodat ze naar me toe komt. Blondie. Juist, braaf. Ik
krijgt ze van mij één snoepje. Eén snoepje, kom, eet hem op dan. Ze vindt ze lekker. Oké. Okay. Zo. Mogen ze over balkjes heen stappen? Oké. Okay. Nou ja, ik ga hier over een balkje heen stappen. Kijken of ze me blijft volgen. Of dat ze er langs gaat. Of dat ze er overheen gaat. En goed zo. Als je deze snoepjes ook zelf kon eten, dan wist ik het wel hoor. Ik heb die andere twee soorten al geproefd. Dus ik ga deze twee nu ook proberen. Ik vind deze lekkerder. De rode. Hij schat. Nee, is dat mijn pony naast me. Die is zo braaf. Ik geef ze al twee aan Blondie. Het zijn Blondie snoepjes. Het zijn niet Tessa snoepjes. Ja, Blondie snoepjes. Ik ga nu proberen om het kusje te doen. Kijk zo. Daar. Zo, nee. Ze snapt dat nog niet helemaal, maar het begint ervan te komen. Nee, niet die. Ze heeft het één keer gedaan. Wil je dat nog proberen? Hi. Oké. Kom maar. En achter. Pas. Pas. Goed. Zo. Oké. Okay. Met één snoepje ga ik dan zo onder haar benen. Zo. Het andere snoepje ga ik er daar naartoe lokken. Zo. Nu ga ik het aan de andere kant doen, zodat jullie de buiging beter zien. Alleen mij niet. Want die kunnen mij wel heel goed verstaan. Goed zo! Nou, dat kan zo goed. Ik denk dat ik nu echt met Flame ga werken, want ik doe vandaag allemaal verschillende dingen. Wacht, ik ga even kijken hoe laat het is, want ik heb, nou, ik heb nog 10 minuutjes. Dus ik ga nog even aan het flamen werken. Hoe ik dat doe. Ik pak een snoepje. En haar hoofd, want haar hoofd heb je echt nodig. Ga ik met het snoepje ga ik boven mijn neus soort van tikken. Moet je eigenlijk voor staan? Nee. Zo. Kijk, en dan ga je je vinger omhoog als zij met haar neus omhoog gaat. Blondie, wat ze wel kan, is box. Blondie box? High five kan ze ook. High five. High five. High five. Het duurt alleen even. High five. Kom Blondie, high five. High five. Kom. High five. High five. Oké, okay. High five. High five. Zie je, ze kan het wel. Oké. Okay. Die onderste moet dicht, Tessa. Dat kan niet.
En nu maar corona doen in deze mooie weersomstandigheden. Dat is niet goed. Maar veel. Wat heb je gedaan? Regelstek. Dat deed best pijn. Ja, dat snap ik. Maar dan kan je nu niet meer springen, want ik heb niet even. Ik ga even een beugel zoeken, ja? Kijk. Nou. Steef heeft de andere helft. Nou, daar is de andere helft, jongens. Tada! Ik ga even beugels pakken. Mooie kwaliteit dit. Nou, hè? Poging 2. Andere beugels. Blijf rechtop zitten, hou hem actief. Juist. Iets galop maken daar. Iets sluiten, zitten. Juist. Niet laten afsnijden daar. Kijken waar je heen gaat. Zo kuif tegenaan. Dat is goed. Sluit hem, sluit hem, sluit hem. Handen laag. Zo, ik heb in de springles gezeten. Mijn haar zit niet helemaal goed meer, maar dat maakt niet uit. Het ging echt heel goed. Het gaat steeds beter. Alleen, er was één ding. Ik ging naar hindernis 6. En ik verloor mijn balans. Hoezo? Nou, dat komt omdat mijn beugel afbrak. Dus toen zat ik ineens met een halve beugel en een hele beugel. Heeft moeder heel lief de beugels van haar zadel afgehaald en op dat andere zadel van haar gezet. Waardoor ik verder kon springen. Mijn parcours heb ik afgemaakt en daarna nog een parcours gesprongen. En die ging ook best goed. Ik was wel schrikken dat ik ineens zat. Maar ja. Ik zie jullie morgen. Morgen ga ik met Verona aan les bij de Arkenhoeve. Omdat dat natuurlijk niet kan met Blondie. Blondie gaat wel mee, omdat ze nog moet oefenen met de trailer. Dan zie ik jullie morgen weer. Nee, je hoeft niet mij te filmen. Je moet gewoon even... Waarom? Dat is Blondie. Zo. Blondie gaat vandaag alleen mee, want ze heeft natuurlijk haar hoefs weer daar. Mijn moeder is... Gatsie, Dari. Mijn moeder is nu even daar de poep aan het opruimen. Verona gaat mee voor mij om in de les te gaan. Dus, ze staan allebei met hun therapiedeken op en precies dezelfde. Vanaf achter ziet dat er best grappig uit. Een prachtig trailer. Prachtige moeders. Kijk, allebei met hun therapiedekentje. Daar en daar. Ik ga op les bij de... Ik ga op les bij de Arkenhoeve. Met Verona deze keer. Ik heb dressuurles. En ik heb er best wel zin in. Ik ben ook nieuwsgierig hoe dat zou gaan met Verona. Blondie gaat mee voor de ervaring met de trailer. Ze hebben daar een box staan en we kunnen ook even kijken of ze op de trailplaat kan. Daar, ik heb €3 meegenomen, dus dat zou wel hopelijk genoeg zijn. Hij schat. De trailer voelt wel heel erg zwaar nu ik hierop zit. Want normaal gesproken staat hier alleen Blondie in. En dan is het echt heel licht. En nu is het best zwaar. Mama. Hey. Nou ja, ik ga mijn moeder die gaat verder met poep scheppen. Want Verona heeft alweer gepoept. Echt? Scheidkonijn! En ik ga even met Blondie en Verona toe, denk ik. Hey! Oh ja. Je mag Blondie even aan de zijkant gewoon vastbinden. En dan gaat Verona naar binnen. Je mag Blondie eerst. Ja. Goed zo.
Ja, ik doe eerst even het hooi opzij. Nou, ik ben vooral haar hoofdstel aan het indoen. Blondie staat ernaast en ik ga zo op rijden. Ik vind het best spannend, want het wordt de eerste keer met Verona buitenaf voor mij. Heerlijk groot. Moet ik echt nu, hè? Verona moet heel nodig plassen, dus ze gaat even plassen. Heel handig op dit moment. Ze kan heel makkelijk naar links. Ja. Naar rechts vindt ze dan gewoon een beetje moeilijk. Ja. Dus wat moeten we dan doen? Omdat we zien dat dit voor haar makkelijk is. Voel je dan ook dat ze met haar lichaam zo'n beetje naar buiten hangt? Ja. Moeten wij dus juist een beetje dit zien te krijgen. Ja. Zonder dat we heel veel kilo's aan deze willen. Dus wat ik dan ook doe, is aan deze toch een beetje contact houden. En zeggen, ik wil een beetje, niet zozeer aan de teugel, maar ik wil dat neusje naar beneden hebben. En aan die zeg ik, hé, een beetje spelen en weer los. Zie je, dan kan ik eigenlijk al, doet ze de neus naar rechts en kan ik heel die teugel loslaten. Ja. Zie je dat? En eigenlijk alleen omdat ik heb gevraagd en gezegd, hey, niet sterk zijn, vragen en niet sterk zijn. Zo. En dan is ze los aan rechts en doet ze ook de tong niet naar buiten, zie je dat? Ja. Grappig, hè? Ja. Nou, kom maar op, nu jij. Oké. Hey, makkelijker gezegd dan gedaan, hè? Lekker zitten, het begint altijd te knijpen, lekker loslijden. Zo. Ik ben klaar met de les en het ging super goed volgens mij, denk ik. Ja, het ging goed. In groep ging het volgens mij gevoel het best. En ja, ik heb er weer veel van geleerd, want morgen heb ik weer springles. En dan hoop ik dat ik de dingen die ik vandaag heb geleerd kan toepassen. En ze hebben daarna ook nog op de trilplaat gestaan, dus Blondie en Verona. Verona als eerst, nou die vond het heerlijk, die stond te gapen. Super schattig. Na Blondie. Blondie vond het ook heel erg lekker. Toen zijn we naar huis gegaan. Ik heb spullen uitgeladen. En toen kwam ik erachter dat ik wat was vergeten. Ik ben mijn moeders hoofdstel en peeskappen vergeten van Verona. Dus we rijden nu terug. Mijn moeder is verkeerd gereden. Ik vond het al heel knap dat ze hierheen is gereden. Want Blondie heeft ook nog in de stal gestaan. Ben ik ook vergeten om daar de poepjes uit te halen. Dus als die stal nog leeg is, ga ik daar de poepjes uit halen. En het hoofdstel en de peeskappen pakken. Dan zie ik jullie zo weer en dan vertel ik wel of ik het allemaal heb. Zo, een opluchting. Het hoofdstel en de peeskappen waren er nog. Godzijdank, ik ben er naartoe gerend. En ik dacht, yes! Dus we gaan nu lekker naar huis toe, gaan we eten. Wel wat later dan verwacht, het is nu 8:30. En we zijn over 20 minuten pas thuis, dus er wordt een beetje laat eten. Maar ja, mijn eigen schuld. Het is vandaag vrijdag en Blondie heeft 2 dagen met de hoefzak rondgelopen. Kijk, daar is ze. Oh, Tess wordt boos op Verona. Hallo pony. Ja. Ze bleek toch een hoefkneuzing te hebben, geen hoefsweer.
Dus dat betekent dat ze wat gevoelige voetjes heeft. In dit geval een wat dunnere hoefsool. Dus wat heeft de hoefsmid gedaan vandaag? Voor het eerst hoefijzertjes. We gaan het laten zien. Zo. Even. Oh, je ziet zo eigenlijk niet zoveel. We doen het even zo. Kom maar. Maar voetje. Voetje, ja. Tadaan. Ze heeft voor het eerst hoefijzertjes. Ja, jij. Dus, nou ja, dat ging heel goed. We hebben een hele fijne hoefsmid, dus dat scheelt natuurlijk wel enorm. Veroon, of Blondie is jaloers, want Tess gaat op Veroon springen. Ze de afgelopen dagen natuurlijk niet zoveel gedaan heeft. Dus dan springles is misschien wat veel gevraagd. Dus even op Veroon springen, daarna Blondie rijden. Beetje voorzichtig. Huh? Ja, een beetje voorzichtig. Goed zo, Blondie. Goed zo. Het is wel een knuffeltje, ja. Laat los. Hij wordt heel veel strakker. Strakker. Anders heb je niks aan je cap. Kom eens hier. Nee, Tessa, hou op. Niet doen. Strakker. Ja. Anders ga ik het doen hoor. Nee. Dan bind ik hem aan je hoofd met duct tape. Waar is de duct tape? Oh, maak je geen zorgen. Die hebben we. Zo. Oké, dat is misschien een beetje overdreven. Ga je zo rijden? Nee, want ik stik. Nou, doe hem dan iets te lossen. Dat mag niet. Oh, ik heb al zo weinig tijd. Ja, maar je moet wel veilig op een paard zitten, schat. Ja, klopt. Nou, Tess zit dus op Verona. Gaat ze weer springen. Straks maar even een Blondie rijden. Nou ja. Een hoefkneuzing moet je natuurlijk niet te wild doen, dat is niet zo fijn. Waarom ze de oren in haar nek hebt, dat weet ik niet. Ik denk dat ze wat last van haar buik heeft. Mocht iemand denken dat Tess met de spoor er tegenaan zit, dat is niet zo. Die houdt de spoor er zelfs echt gewoon af. De been beweegt wel, maar ze komt met de spoor niet tegen paard aan. Ik denk dat je ietsje meer door moet galopperen. Ik denk dat ze een beetje last van haar buik heeft. Dus dan is het goed om dit te doen, maar hou je benen, probeer je benen even stil te houden. Een beetje gang erin. Zal het zo wel overgaan, dan moet ze even poepen. Ja, dat is beter. Nu begint ze te ontspannen. En gisteren ook op die trilplaat gestaan. Misschien dat er nog mee te maken heeft, dat weet ik natuurlijk niet. Maar het gaat al beter. Nou, helemaal goed. Ga maar stappen, ja. Super, mooi zitten. Juist, super. Juist, top. Super hoor. Goed, nu wordt het spannend. We gaan sloot springen. Ja, sloot. Een blauw zeiltje op de grond. Ja. Moeders vinden het denk ik spannender dan de rest. Juf zegt ook, ze kan makkelijk BB springen. Ik zeg, nee juf, dat kan ze niet, want dat kan mama niet. Dus nou, daar gaan we. Zullen we kijken naar die hindernis? Alleen naar die hindernis kijken. Mooi rechtop blijven zitten, rechtop. Nog een keer. Ze interesseert zich er natuurlijk weer voor geen reet voor. Zo gaat dat met Verona. Die vindt het allemaal best. Juist. Zo, blijf zitten, blijf zitten. Goed, stappen. Zo, hou je been zo mooi er tegenaan. Blijf rechtop zitten. Juist. Goed. Zo, mooi zitten op je kont. Klein beetje ophangen. Juist. Waar gaat ze in godsnaam heen? Drie. Dat is die blauwe hier? Ja? Dat is er nu overheen. Oh. Nu die. Oh, deze. Zo iets ophangen. Naar die star, jongens. Blijf op die kontje zitten. Ik ga even naar de sloot. Juist.